Hey YouTube, tof dat je kijkt naar weer een nieuwe review hier bij Thomas Opent. Met alvast eerst excuses, want dit gaat waarschijnlijk wel een wat langere review worden. Daar kan ik op het moment ook even heel weinig aan doen. Want het wordt een head-to-head, het wordt een één-op-eentje, het wordt een vergelijking van twee bieren. Af en toe vind ik dat gewoon hartstikke leuk om te doen. En zoals jullie weten hebben wij een tijdje geleden van de Dutch Beer Collective een hele mooie biermail mogen ontvangen van Extreme Beers. Onder in de omschrijvingbox doe ik even een linkje naar hun webshop. En hou in de gaten met de code Extreme Dutch Beer Collective. Krijg je ook nog eens 20% korting bij een aanschaf van €50 of meer. Dus hou dat goed in de gaten. Maak er echt gebruik van nu met de feestdagen. Mooie bieren voor een heel mooi bedrag. Dus bedankt daarvoor Extreme Beers. Heel erg gaaf. In het pakket zat een setje van vier bieren. Van Arcadia Ales. Arcadia Ales uit Battle Creek, Michigan, US of A. En dit waren vier van hun Shipwreck Porter Barrel Aged, Bourbon Barrel Aged. Vier jaargangen, 2014, 2015, 2016 en 2017. Nou, terwijl de bieren verdeeld werden, hadden we besloten, we kregen ieder sowieso er één van. Heb ik gevraagd, vinden jullie het oké dat ik er twee krijg? Want dan ga ik dus die één-op-één video doen. Ik ga ze vergelijken met elkaar. En we hebben het hier dan over de 2017 versie tegenover de 2014 versie. Dus we hebben het over een twee jaar, bijna drie. Er staat niet op wanneer die precies gebotteld is, volgens mij. Ik kan even kijken of er iets op staat. Ik dacht het niet. Nou, niet dat ik het zo snel kan vinden, maar... Kijk, ik weet niet wanneer ze gebotteld zijn natuurlijk in 2017 en 2014. Dus het kan zijn dat ze net iets meer dan twee jaar oud zijn. Of als ze begin van het jaren gebotteld zijn, misschien al bijna drie jaar en dan bijna zes jaar. Maar laten we het gewoon even voor het gemak houden op vijf. Ja, dat is makkelijker. Dus, een 5 jaar oude Porter Barrel Aged tegenover een 2 jaar oude Porter Barrel Aged. Beide bieren zijn 12% in alcohol. De labels zijn eigenlijk exact hetzelfde, dus ik zet er gewoon even eentje zo neer. De labels zijn in principe exact hetzelfde. De een heeft folie bovenop, de ander wax. Volgens mij hadden de andere ook allemaal wax. En de jongens hebben ook hun versies gereviewd met de andere bieren van Extreme Beer Collective. Dus je kunt op hun kanaal kun je de rest allemaal vinden. Maar ik dacht gewoon, het lijkt me zo gaaf om dat te vergelijken. Dus, bij deze. Mocht je nou deze bieren heel interessant vinden, of andere bieren van de webshop, vergeet dus niet, ga naar die webshop. Check die codes even uit. Arcadia Ales, ik ken ze verder helemaal niet, ben ik heel eerlijk in. Het zijn voor mij helemaal onbekende brouwerijen. We gaan, omdat de flessen zo staan, gaan we de bieren ook zo inschenken. Dan kunnen jullie altijd weten van dat... 2014 tegenover 2017. We gaan ze alle twee even inschenken. En vraag me af, daar komt nog best een hisje vanaf. Nou, deze, ik had al het vermoeden dat de folie eigenlijk wel helemaal los zou laten. Dus dat is ook makkelijk voor de foto's. We schenken gewoon even een klein beetje. Echt nog best wel, hij wil zelfs een klein beetje schuim in het flesje. Voor een bier van 5 jaar oud komt er nog best een koolzuurvrij. Ik ga ze niet volledig inschenken. We houden het even bij kleine stukjes hier. Want het is nu zondagmiddag. Dit is gewoon iets waar ik de hele zondagmiddag heel rustig over ga doen. Ik ga niet te veel haasten. Had ik een mesje moeten pakken, misschien gaat dit nog eventjes duren. Goed over nagedacht dit, hè? Dat vergeet ik altijd wanneer ik... Ja, daar komt-ie. Hey, dat gaat nog relatief makkelijk. Ik wil even voorzichtig zijn. Oh, wauw. Nou, dat was een stuk van de wax. Nee, ik wil even voorzichtig zijn, want ik heb geen zin dat ik ineens allemaal wax in mijn bier heb. Ik heb gisteravond ook een bier geopend. Nou, echt serieus, hoe lang ik met die waxlaag bezig ben geweest. Word je soms niet goed van. De 2017 versie. Is dat? Nee, dat is aan de buitenkant. Oké. Okay. Beide bieren ongeveer evenveel inschenken. Ja. Nou, dat... Oh, bloot oog. Hartstikke netjes. Nou, zoals jullie kunnen zien, ze zien er gewoon echt super donker uit. Precies wat je verwacht van een porter. Over het... Oh, dat maakt waarschijnlijk heel veel lawaai in de camera even. Zoals je kunt zien, het bier is ja, eigenlijk gitzwart. Als ik hem in het licht hou, zie ik wel een donker randje onderin. Dus ja, wat je verwacht van een porter. Zo goed als zwart. Heel erg donker. Met een heel mooi mokka-kleurig schuimkraagje erop. Geen flinke schuimkraag, maar laten we wel zijn. Het zijn zowel wat oudere bieren en barrel-age bieren. Dan verwacht je en een hoog alcoholpercentage. Drie factoren die ervoor kunnen zorgen dat er niet een hele grote schuimkraag ontstaat. Ze zien er eigenlijk helemaal hetzelfde uit. Laten we met de 2017 beginnen. Ik denk dat dat wel even de leukste is. Of niet de leukste, maar als in de vergelijking. We gaan met de jongste beginnen. Wauw.
Je krijgt al een heel licht zuurtje wat je soms kan krijgen bij barrel aging. Laten we wel zijn, barrel aging kan natuurlijk een zuurtje meegeven. Bacteriën dergelijke die in de vaten zitten kunnen hun dingen doen. Maar dat hoeft helemaal niet slecht te zijn. Heel veel die barrel aged bieren, barrel aged porters, barrel aged stouts, barrel aged barley wines van een hoog alcoholpercentage kunnen echt wel een mooi zuurtje ermee krijgen. Je ruikt inderdaad dat hele lichte. Een beetje een smoky iets. Rood fruit. Een absoluut bourbon boozy. Chocoladetonen. Iets van koffie. Eigenlijk is het gewoon alles wat je verwacht in een porter zoals dit. En dan ook heel mooi gedaan. Bij een porter verwacht ik altijd wel wat minder zoetheid en een beetje meer moutbitterheid. Dus ik hoop dat er nog wel wat terug gaat komen. Want ja, met 12% en barrel aged, dan zullen het wel wat alcoholrandjes kunnen houden. Ik hoop toch wel dat wat meer die diepe aardse tonen van een porter wel goed doorgekomen. Maar dat gaan we wel merken als we straks gaan proeven. Maar in de neus is het in ieder geval fantastisch. Ik ben heel benieuwd wat de 2014 in de neus gaat doen. Kijken of die ook heel veel anders is. Of die ook echt veel meer gerijpt is geweest. En of je ook veel meer van dat oxidatie, een beetje oud papier mee gaat krijgen. Wel of niet. Of misschien een beetje meer richting naar het poort gaan. We gaan eens kijken wat die doet in de neus. De neus is zeker anders. Herkenbaar, maar ook anders. Komt echt een poortkarakter naar voren. Krijgt in combinatie met alles wat daarin zat ook een beetje dat rozijnen, een beetje dadels. Ik heb het idee dat de zoetheid van de bourbon meer naar voren komt in deze. Soms is het even heel handig om even je neus te resetten. En dat doe je de neus, dat klonk heel raar. Even je neus te resetten door even aan stof te ruiken, bijvoorbeeld aan iets anders. Om even iets dat relatief neutraal is, zodat je even je neus weer reset. Anders ruik je op een gegeven moment dezelfde dingen. Komt absoluut een mooi, bijna een dessertwijn karakter komt naar voren. Deze heeft duidelijk echt wel wat extra jaren erop. Blind proeven had je waarschijnlijk ook wel kunnen merken. Hier zit een beetje leeftijd op. Krijgt een wat kruidig karakter. Deze is, zelfs na zijn 2 jaar komt deze met een licht zuurtje. En misschien wel een iets heftige barrel aging komt hij echt wel wat meer barrel forward naar voren. De bourbon komt meer naar voren hier. Hier merk je echt nog wel een gerijpt oud bier onder. De bourbon invloeden zijn wat minder. Scherpe randjes zijn er wat vanaf. Behoorlijk wat vanaf. 2 fantastisch mooie bieren om te ruiken al. Ik zit al op 8 minuten, dus ik stel voor dat we nou eens even gaan kijken hoe ze smaken. Jongens, proost en Extreme Beers nogmaals bedankt voor de bieren. Er zit duidelijk een zuurtje in die vanuit de vaat komt, gok ik. Ik weet niet of ik het een infectie wil noemen, maar er zit wat duidelijk een zuurtje in. Die best op het moment overheerst. En ik ben heel benieuwd, want ik heb expres niet op aan tafel gekeken wat andere mensen hiervan vonden. Ik wou dit echt even puur zo gaan proberen. Ik ben heel benieuwd of er meer mensen dat gevonden hebben. Zoals die hier staat, het zuurtje misstaat hem niet, maar geeft het meer op het moment een door de bourbon tonen die nog wel wat doorkomen, het overheerst op het moment van het zuurtje. Ja, hoe meer ik hem ook ruik, ik denk dat je dit wel een infectie zou kunnen noemen. Maar weet je, dat is het met dat soort bier en barrel aging. Maar het kan ook een leuke dimensie geven. En vaak vind ik met zo'n bier als dit, dan wil ik het een paar keer proeven voordat ik echt zeker weet of het wel of niet een infectie is en hoe je het moet benoemen. Maar ja, het is... Hij heeft een beetje een scherp alcoholrandje nog wel. Momenteel is het zuurige overheerst wel wat. Je proeft daar onderin nog wel de porttonen, het chocoladeachtige. Komt nog wel wat naar voren. Ook een klein beetje rood fruit. Maar voornamelijk momenteel is het zuurig toch wel heel sterk. Ben ik heel benieuwd wat deze gaat doen. Cheers.
Het is verbazingwekkend hoeveel koolzuur deze nog heeft. Je voelt het koolzuur in je mond. Wow. Ja, het neigt echt naar iets tussen port en barrel-aged bier in. Nou, nee, dat is iets te overdreven. Nee, het is nog steeds een barrel-aged bier. Ik krijg nu heel veel hele donkere, pure chocolade. De bourbon-tonen zijn heel erg verminderd. Waarschijnlijk omdat die gewoon... Kijk, even snel tussendoor, tussen neus en lippen door. Barrel-aged bieren bewaren is net als bier en barrel-aged is echt een beetje een gokwagen. Het is een beetje een kleine loterij, want het kan alle kanten op. Het kan zijn dat je een fantastisch bier overhoudt na 5 jaar. Het kan ook zijn dat het bourbon karakter of rode wijn karakter of Scotch whisky karakter, wat dan ook, helemaal verdwijnt. Dat is mogelijk. Er is heel veel van het vat karakter verdwenen. Ik krijg heel weinig bourbon. Of misschien een beetje vanilletonen na. En wat eiken en dat soort dingen, dat komt nog wel, maar echt de bourbon zelf is heel erg verdwijnen. Het is een wat droger bier. Rozijntjes, dadels, vijgen. Droog. En dat koffiewrangige, koffie astringency, dat koffiewrangige, komt heel mooi naar voren. Van de twee versies is het 2014 echt duidelijk... de betere. Ja, en de 2017... Ja, dat moet bijna wel... Het heeft echt een beetje die tannines. Misschien dat het is geweest. Want het niet zozeer een zuurtje is van een infectie, maar heftige tannines. Het heeft dat wrangen... lichtzuurige, looiige, wat tannines soms kunnen hebben. Beide hele leuke bieren, maar voor mij is de 2014 toch wel echt de winnaar. En ik denk als ik ze cijfers moet gaan geven, krijgt de 2014, ik denk, ik zou hem 4,1, 4,15 ongeveer geven. En ik denk dat de 2017 een 3,75, 3,8. Eén van, ja, daar ongeveer in de buurt. Ik ben heel erg benieuwd wat de jongens van de andere versies vonden. Ik wil nog even één keer. Ja, koffie, chocola, rozijntjes, dadels. Misschien een hele hint van dat karton oud papier. Van een hele lichte oxidatie, maar ook een heel klein beetje, maar meer op een mooie manier. Ja, van de twee is voor mij de 2014. Toch even benieuwd hoor. Ja, ik zal bijna te twijfelen. Ik zit toch wel helemaal goed. Ik wil het echt 100% zeker weten voor iets. Dat ik hier niet iets heel doms doe. Leuk hè, als je vlak naast zo'n kast zit. Ik heb hier een klein proefglaasje staan. Toch eens even iets weten. Dat ik zeker weet dat ik het niet per ongeluk... Ja. Inderdaad, dat ik ze niet per ongeluk nog gemixt heb. 2017 heeft inderdaad gewoon dat wrangige, zuurige. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, op een plezante manier. Helemaal niet verkeerd. Het voegt wel wat leuks toe aan het bier. Ik hou wel van zure bieren. Het moet gewoon wel op een manier zijn dat het past. Dus eigenlijk zou ik moeten zeggen dat er iets niet goed is. Maar het past wel in de smaak. Ik zie dat we tussentijd al bijna op 15 minuten zitten. Dus we hebben scores gegeven. Dit is waar we het bij laten. Dit is echt heel erg leuk om te proberen dit soort dingen. Zoals ik al gezegd heb. Mocht je geïnteresseerd zijn in bieren van hun webshop. Ga naar Extreme Beers. En linkje onderin. Ik zal daar ook nog even de couponcode dinges uittypen. Extreme Dutch Beer Collective. 20% korting. €50 of meer. Hartstikke gaaf. Hele leuke actie. Maak er gebruik van. Er staan hele mooie bieren op die webshop. In de omschrijvingbox vind je natuurlijk ook altijd de links naar mijn social media. Links naar Dutch Beer Collective.
Als je de video leuk vond, klik op like. Vond je hem heel erg leuk, klik op abonneer. Laat wat comments achter. Ik ben altijd gek op comments. Mag ik graag teruglezen. Je krijgt echt ook wel zeker een antwoord terug. En ik zou zeggen, tot de volgende review. Proost!